zoals je kunt zien achter me zijn ze begonnen met het plaatsen van het glas. Het isolerend glas. Niet alleen isolerend voor temperatuur, maar ook vooral akoestiek. Hè. We hebben gekozen voor een hele goede opbouw van de glaslagen. Zoals je kunt zien hebben we ook dik glas, dus twee lagen glas met een folie ertussen. Dan krijg je het gas ertussen van de thermopane. En dan krijg je weer twee lagen glas met de folie ertussen. Deels ook veiligheid natuurlijk voor doorvallen van mensen, dat het glas niet breekt, maar versplintert eigenlijk mocht er echt iets gebeuren. Akoestisch heel belangrijk natuurlijk om onze akoestische waarde te halen, om het geluid binnen de normen te houden, zodat we toch onze feesten en partijen kunnen houden binnen. En voor de temperatuur natuurlijk, om die geweldige zon ook af en toe een beetje proberen buiten te houden, die temperatuur, want we willen het ook al wel koel hebben in de zomer. Nou, we zijn begonnen met het vullen van de vakken van de vakwerkgevel. Wij doen dat anders zoals er vroeger werd gedaan. Vroeger had je natuurlijk de traditionele leemvullingen. Die bestonden uit de twijgen en de opbouw dan met stro en de leem en de koeienstront ertussenin. Wij doen dat tegenwoordig niet meer. Wij doen het met de leemblokken. In de leemblokken zit wel nog het stro verwerkt. Dat kun je zien. Die zit er nog in. Dus het is gewoon de leemblokken. Je kunt de blok niet gebruiken als een constructieblok. Hij heeft geen dragend vermogen, dus je moet hem echt gebruiken als invulling van de vakken eigenlijk. Als de vakken allemaal klaar zijn, wordt het traditionele leemstuk overheen gedaan, ook weer met stro in. Zodat het eikenhout, straks de eikenhouten balken en het stukwerk gelijk liggen in één vlak. En dan is de gevel weer een oude luister hersteld.